Welkom bij deze speciale kersteditie van Cambuur TV, waarin wij de eerste seizoenshelft gaan bespreken. En we zitten vandaag aan tafel met trainer Henk de Jong, Wout Rosten, Sander van der Streek en Etienne Reijnen. Ja, welkom heren. Ga je nog wat leuke dingen doen met de kerst, Henk? Ja, ik ga naar Series Request. Het is vorig jaar zo goed bevallen hier, dus daar willen we met de familie willen we weer kijken. Dat vinden we leuk. Ja, dat is een van de dingen. Ja, ik heb een reisje gepland, dus een klein reisje. We gaan naar Sydney toe. Ik heb mijn vriendin op zoek, die heb ik een paar maanden niet gezien, dus het werd tijd. Ja, voor mij is het gewoon gezellig met familie en met vrienden. En dan kijken we wel hoe de vakantie ingevuld wil worden. Voor mij hetzelfde, alleen ik ga ook naar het buitenland kerst vieren. Lekker warm. Ja, zo is het. Even wegvluchten, maar allemaal even lekker in de rust dus. Heerlijk, echt zin aan. Het is natuurlijk een hele mooie eerste seizoenshelft geweest, jongens. Ja, hadden jullie dat verwacht van tevoren, dat het zo mooi zou kunnen lopen? Ik moet je eerst even aan de jongens vragen. Ben ik wel benieuwd wat ze ervan vinden. Nou, we doen het goed. Of tenminste, we hebben het prima gedaan, eerste seizoenshelft. Maar ik kan nog niet zeggen dat het super verrassend is. Ik had misschien dat het zo goed zou gaan, hadden we misschien... niet verwacht, maar ik vind het niet verrassend dat we goed voetbal, verzorgd voetbal spelen. Ja, ik vond, we putten wel vertrouwen uit de voorbereiding. Dat ging wel aardig, ging goed. En dat we bepaalde structuren er goed in hadden. En, daar heb je in ieder geval vertrouwen. En dat het dan goed gaat, dat weet je nooit uiteindelijk. Maar vertrouwen, daar start je mee. Ja. Jij zit hier natuurlijk al wat langer, Wout. Merk je ook verschil tussen vorig seizoen en dit seizoen? Of? De start van de competitie vond ik wel, ik weet nog dat het vorig seizoen, toen we voor het eerst in de Eredivisie kwamen, dat was de eerste wedstrijd tegen Roda JC in mijn hoofd uit. En dat was heel moeizaam in het begin. Heel erg wennen leek het wel. En uiteindelijk toen begonnen we steeds meer beter te spelen en in ons eigen spel te komen. En, ja, dat ik moet zeggen dat dit seizoen daar eigenlijk vanaf het begin al wel iets beter aan starten. Ja. Ja. En hoe ervaar jij dat, Sander? Ja. Wat de jongens al aangaven, in de voorbereiding zagen we al dat het positiespel er al fantastisch in zat. En de groep was natuurlijk vrij veel nieuwe jongens, waaronder ik zelf. En, ik vond dat we wel gelijk met z'n allen, ook de nieuwe jongens, gelijk op elkaar ingespeeld waren, als het ware. Ja, het lijkt een hele hechte groep, Henk. Hoe krijg je dat zo voor elkaar? Of is dat natuurlijk? Nee, dat is niet natuurlijk, daar moet je wel wat voor doen, maar het is wel iets wat de jongens eigenlijk niet voelen. Dus je probeert ze in besprekingen over elkaar te laten praten en met elkaar te laten trainen. En dat zijn van die kleine trucjes die kun je doen, maar op een gegeven moment groeit het gewoon naar elkaar toe. En ik denk dat het heel belangrijk is dat we starten op woensdagmorgen, dus volgens mij 23 of 24 juni. En dan gaan we direct op trainingskamp en dan doen we eigenlijk niet trainen. Dan zijn we gewoon, trainen we één keer op een dag maar. Eigenlijk helemaal niet veel, maar het gaat om andere dingen die je doet. Hè? Dat je aangeeft, wat verwachten we van de jongens, wat leven als een prof. Wat de regeltjes afspreken, wat over de speelwijze praten. En dan kan je direct al een beetje dat de jongens bij elkaar zijn, want je bent 3 dagen bij elkaar op een lip. En sommigen hebben elkaar nog nooit gesproken, dus dat is gewoon hartstikke leuk. Ik denk dat altijd wel een basis is voor ons succes. Want dat heeft natuurlijk fantastische resultaten opgeleverd met hele mooie wedstrijden. En natuurlijk de derby uit bij Heerenveen. Ja. Daar hebben we ook wat mooie momenten van, daar gaan we nu even naar kijken. Ja, dit verveelt nooit, of wel, jongens? Nee, geweldig. Prachtig.
En we hebben gelijk gespeeld, want het lijkt net alsof we Europees voetbal hebben behaald. Ja, ik zou net zeggen, want Europees voetbal gesproken. De sporters die beginnen dan ook meteen dingen te verwachten. Hè, van, maar ik denk dat we daarin wel rustig moeten blijven, of niet jongens? Ja, maar dat is duidelijk. Maar dan weten wij als spelersgroep beter. Op een gegeven moment worden die verwachtingen te hoog. En dat hebben we ook gemerkt een tijdje terug. Maar wij moeten gewoon handhaven en dan zien we waar we staan. En zo snel mogelijk. En dan gaan we dan wel kijken, oké, hoe staan we na 30 wedstrijden? En na 30 wedstrijden gaan we zeggen, oké, daar gaan we voor. He, want we moeten ook die dingen roepen van tevoren, want leg je jezelf druk op. Ja, dat is zonde, want dat moeten we gewoon niet doen. He, dus hou je gewoon bij de dingen die we zeggen. En dan kunnen die jongens fantastisch voetballen. Hebben die druk er niet op, ja, dan kunnen we heel lang komen. Dan kan het echt een verrassend seizoen worden. Ja, maar was dit echt een hoogtepunt van het seizoen of waren er meer mooie wedstrijden? Wel meer, denk ik. Groningen thuis, ook mooi. Ja, uitwedstrijden die we spelen. Nou, eigenlijk de Heracles uit was ook wel belangrijk. Heracles uit. Ja, voor mij minder. Dit seizoen veel uit. Ja, voor Wout was het heel lastig natuurlijk. Hè. Ja. Van Wout kreeg die blessure. Maar ook van een wedstrijd, hoe raar het ook klinkt, Scheveningen thuis, daar leer je toch van. Dat vind ik toch een heel interessante wedstrijd. En dat zie je later tegen NAC ook weer. Hè. Die zakken helemaal terug op eigen helft. Ja, daar moeten we toch iets te vinden. En daar zijn we nu ook mee bezig. Als ploegen wat inzakken, oké, we spelen iets anders, we bouwen iets anders op. Dan zie je dat ze het ook weer lastig hebben. Hè. Totdat ze daar weer wat op vinden. En dan moeten we weer wat anders gaan bedenken. Ja. Dus het is eigenlijk constant interessant wat we doen. Ja, maar je noemde net al even Heracles uit. Hè. We pakken uit, pakken we nu ook ontzettend veel punten eigenlijk. Hè. Ja, dat weet Wout het best. Hè. Dat is eigenlijk uniek voor Cambuur, denk ik. Ja. Ja, als je gelijk met vorig seizoen geloof ik, dan is het wel alweer een groot verschil. Ja. Ja, maar ook in de Jupiler League, Wout, hadden we het lastig. Ja. Weet je? Ja, op de laatste vijf wedstrijden kom ik bij de kampioenschap na. Ja, dat was anders. Maar inderdaad, daarvoor werd er al veel over gesproken van het probleem met uitwedstrijden. Nou, er zit dan ook veel wat het je aangepraat, maar de resultaten bleken inderdaad dat de uitwedstrijden gewoon heel lastig waren. Ja. Ja, hoe kan dat, denk je? Is dat een stukje extra druk of zo? Of wat is dat, denk je? Maar een uitwedstrijd is altijd lastiger. Alleen je kan het ook lastiger zien in je hoofd. Daar hebben we helemaal niet bij. Wij gaan nu ergens heen te spelen en dan zeggen we van de voor tegen elkaar, we willen het stadion stillen. En als we dan de bal krijgen, gaan we ook nog goed voetballen. En dat vindt de tegenpartij niet leuk en het publiek ook niet. Nee. Dus ja, en dan heb je ze eigenlijk op de rug liggen. Hè? Ja. Dat toch een paar keer gehad. Ja, precies. We hebben een paar keer gehad en daar kreeg je inderdaad een soort boost van, ook al is het niet je eigen publiek. Maar als je met de tegenpartij tegen zijn eigen ploeg gaat fluiten, ja, nou, dat is een compliment voor jezelf eigenlijk. Ja, dan weet je dat je goed bezig bent. Ja. Ja. Maar over uitwedstrijden gesproken, we hebben natuurlijk ook fantastische doelpunten gezien, ook in uitwedstrijden. En laten we maar beginnen met die van Roesnak, die was natuurlijk wel fantastisch. Dat is niet slecht, nee. Wat een slappe bal. Ja, ongelooflijk. Beter dan Ronaldo, hè? Ja. Dat schot. Ah, mooi schot, joh. Ja. Was dit de mooiste, jongens, of hebben jullie een andere voorkeur? Nee, ik denk dit wel de mooiste was, hoor. Vind je niet? Ja, je lacht Sander, hè? Je lacht Laat die van Sander ook maar even. Dan laten we die van Sander ook maar even links. Hups. Dit is ook een mooie aanval. Wat Etienne zegt, dat is het. Hebben die aanval die er aan vooraf gaat nog? Of wordt dat lastig? Je raakt hem verkeerd, of niet? Ja, een beetje wel. Ja. Kijk, wat Etienne zegt is belangrijk. Hè? Die aanval eraan vooraf, dat is waar we altijd trainen op dat hoekje, hè? Met het 7-3. Daar gebeurt precies wat nu de aanzet is tot deze goal. Dan zie je de tak, tak, tak. Nou is het eigenlijk een verkeerd paasje van Bie. Ja. Maar hij haalt er nog alles uit. Maar van de vorige gebeurt, dat is ook mooi. We hebben nog wel een doelpunt van Ogbetje, die staat er ook heel aardig in, die uit stilstand. Uit stilstand, ja. Was dat, tegen dat is ook een mooi. Gaan we nu maar kijken. Groningen was dat, ja. Kijk, hier zie je de aanval wel. Hè. Ja, is goed teruggezet. Ja, dat is ook heel mooi. Wat een mooi goal, hoor. Staat dit kind nou in de spits? Ja, ik zit er. Wat doe je daar, weet je? In de spits. Van de bal in tweede instantie erin. Assist, ja. Nee, ik wou hem terug hebben, die bal, eigenlijk. Of ik speelde hem bijvoorbeeld door. Dus ik denk, geef hem dan terug. Maar ja, als je hem dat mag dan. Dat mag het. Hé, maar Wieland maakt nou eigenlijk de meeste grapjes in de kleedkamer? Daar ben ik ook wel eens even benieuwd naar. Dan moet je bij de jongens weten. De meeste grapjes. Ik weet het wel, volgens mij. Of ik weet het niet zeker, maar volgens mij ben ik er wel achter.
dat er eentje altijd loopt een beetje stiekem schoenen in een bak met ijs te zetten. En ik probeer er steeds achter te komen wie het is, maar volgens mij is het onze vriend in de goal, Nienhuis. Ja, die kans zit er dik in. Ja. Ja, dat is een smeerlap. Ja, dat is de grootste smeerlap. Ja. En die oh, wat is dit, jongens? Die is hier ook verantwoordelijk voor, trouwens. Ja. Toen had die auto net een week, hè? Oh, die is van jou heen? Oh. Ja, dat weet je ook wel, joh. maar dit is gewoon geweldig. Als die jongens dit doen, is het een goed teken. Hij had hem ook nog verstopt, die radjongens. Dus hij moest ook nog zoeken. Maar daar hou ik wel van, hoor. Ze mogen mij wel te pakken nemen. Ik vind het wel knap ingepakt daar. Ja, dat was ook vreemd spul, trouwens. Dat zat er goed strak omheen. Dus dat moest ik met een mesje eraf halen, heel voorzichtig. Maar dat vind ik wel fantastische acties. Dat is wel een goed teken, moet ik zeggen. Toch denk ik dat dit niet bij elke trainer kan, Henk. Dat zegt misschien ook wel iets over jou. Ja, dan is het gebrek van de trainer. Want dan is hij niet goed wijs. Als ze dit doen, dat is een goed teken. En voor mij mogen ze mij wel een beetje plagen. Dat doe ik andersom ook wel. Dus dat hoort erbij, hoor. Hoe ervaren jullie dat met Henk, jongens? Laat ik maar beginnen met Etienne. Nou ja, ik moet vooropstellen, als een trainer hier heel boos om zou worden, dan volgens mij ben je dan ook niet wijs. Maar ja, dat is een stukje humor en ik denk dat onze trainer dat begrijpt. Ik vind het zelf ook mooi en dat is ook een beetje voor de sfeer. En, een beetje lachen hier broer, op zijn tijd is mooi. Dat is toch machtig mooi, man. Als die jongens hier te pakken nemen. Soms doe ik wel net, mogen deze dat zo kan. Mogen zij wel weten, doe ik net, dan ben ik wel eens kwaad. Nee, ik denk niet dat elke trainer dat zo toelaat, snap je? Wat ik zelf heb meegemaakt, heb niet iedere trainer waar ik onder heb gespeeld, die zou dit. Ja, misschien dit nog wel, maar andere grapjes ook. Zoals onze trainer is. Ook in de kleedkamer. Het is gewoon jezelf zijn. Jezelf kunnen zijn. Dat voelt ook gewoon goed. Dus. Met de hartstikke wijs met die jongens. Dan denken die trainers die denken dat zij het moeten doen. Natuurlijk heb je wel een idee, maar je probeert altijd samen te doen. En die jongens moeten doen, dat wil ik ook naar hen toe brengen. Vind ik leuk. En dit man is dat prachtig, man. Maar ik vind het andersom ook leuk. Die rotjongens is even lekker pesten, vind ik ook leuk. Ja. Heerlijk. Ja. Soms even wisselen, vind ik ook leuk. Oh. Nou. Ja, het is een hechte groep, Henk. Dat heb ik wel in de gaten. Maar zijn er ook natuurlijke leiders in de groep? Of in het veld? Jawel. Nou, ook daar vind ik Nienhuis vind ik wel een type die kan dat. Etienne heeft het in zich. Mootje is een stille leider op het veld, hè. Wat Wout ook heeft. Het zijn jongens die zeggen dat niet heel veel, maar die doen het gewoon. Die zijn leider met hoe ze voetballen, hoe ze verdedigen. Dat kan je ook hebben. Dat heeft Sander ook. Hij zei ook wel, Stijn, je moet wat meer zeggen, hè, maar dat komt wel. Maar door zijn, hoe die jongen voetbalt en hoe die druk zet, dat is ook een beetje leiderschap. Dan gaat hij voorop. Maar met de mond, ja, heb je Etienne denken, heb je Mo, ik vind Barto denkt ook altijd wel mee. En B is een Engels dan. Maar zeker voor de wedstrijd heeft hij een goede rol. Hè? Ja. Iedereen is een leider op zich. Ja, maar je ziet tegenwoordig denk ik niet meer in het voetbal spelers die gewoon alles zetten. Vroeger als Tieme Klomp in mijn ploeg had, ja, die regelde alles in het veld. Dan hoefde hij eigenlijk niks te doen. Maar dat is tegenwoordig niet zo. Het gaat gewoon met elkaar. En daar moet je ook niet over zeuren. Dan hoor ik wel eens, ja, er zitten geen leiders in deze ploeg. Kom aan, ben je zelf als trainer en dan probeer je dingetjes met elkaar teweeg te brengen dat het automatisch allemaal leiders worden en de ene zal wat meer praten. Ja. Maar dat is makkelijk, hè? Dan geen leiders in de ploeg als je een keer verliest. Hou op. Een balans zijn. Tuurlijk, met die jongens, mooi. Ja. En wat was nou van jullie allemaal zeg maar, het hoogte- en dieptepunt van dit seizoen? Daar ben ik wel even benieuwd naar. Laten we beginnen bij jou, Etienne. Nou, mijn hoogste punt was net in het filmpje, vond ik toch wel Heerenveen. Gelijk gespeeld. Maar nou, met name de training ook daarvoor, dat was wel iets wat ik nog nooit heb meegemaakt. En van 2-0 achterstand tot ombuigen naar 2-2, dat gaf wel echt een weergeloos gevoel. En dat vond ik wel echt een hoogtepunt het eerste half jaar. En voor jou, Sander, hetzelfde? Of, Ja, wel hetzelfde gevoel. Maar ook gewoon de wedstrijden die we... Zoals Utrecht uit en zo, dat soort wedstrijden, dat we gewoon ook de eerste helft niet zo heel goed beginnen, maar dat we in de tweede helft gewoon die hele wedstrijd domineren en dat we er gewoon nog overheen klappen. Dat vind ik ook gewoon een kracht van ons en dat is ook tegen Heerenveen gebeurd, dat we uiteindelijk de tweede helft toch die wedstrijd nog binnenslepen, omdat we gewoon goed blijven voetballen. Dus, Ja, mijn hoogtepunt, ik wacht eigenlijk tot eind van het seizoen dat we gewoon lekker veilig zijn en hoog eindigen. Ik hoop op een... linkerrijtje zou toch echt prachtig zijn, maar dat is niet onze doelstelling. We blijven gewoon voor de handhaving gaan.
En ja, per wedstrijd heb ik nog niet echt tot nu toe voor mezelf hoogtepunten bereikt. Maar ja, ik vind wel dat je haalt voldoening uit van hoe we spelen. En ja, als team dan put je kracht uit hoe je druk zet soms. En, ja. Over het algemeen, daar ben je gewoon tevreden over. En je vroeg net ook over dieptepunten. Nou, ja. Mijn dieptepunt was de hersenschudding. Het heeft lang geduurd. Ja, en daarna ook nog. Het heeft tijd nog om fit te worden, maar het is klaar nu. Dus. Ja, het is weer helemaal goed. Ja, absoluut. Nou, gelukkig. Gezondheid is toch het belangrijkste, denk ik. Ja. En voor jou, Henk? Ja, ik vond de training, wat dit Jens zegt, de training voor Heerenveen vond ik iets onvergetelijks. Dat maak je misschien ook nooit weer bij een andere club. Maar ik vind ook gewoon wat er om de club heen gebeurt. Dat, ja, de trots op de club, dat is voor mij ook een hoogtepunt. Dat we de wedstrijd voor Feyenoord, komt hier nog een supporter. Die is op de laatste dag van zijn leven hier geweest. En s'avonds is hij gaan slapen en is hij overleden. En dat hij hier smiddags nog geweest is. Dat, om zijn leven af te sluiten, dan denk ik, jeetje, dat stel ik ook wel eens aan die jongens. Wees er trots op, hè. En dat hebben ze beseffen, is nu ook heel goed. Vaak gaat het langs spelers heen wat er allemaal gebeurt. Ja, en ik vond het dieptepunt, vind ik het overlijden van Pietje Adema. Piet die dag ervoor, Obetje is de laatste speler geweest die gemasseerd heeft. Ik zat heerlijk met hem te praten de dag ervoor. Prachtig over de, ik zou met op de zee vissen en over Cambuur en komt er goed, Henk. En gaf je altijd een goed gevoel, dat mannetje. Ja, de volgende dag is hij er niet meer. En dat vond ik wel dieptepunt tot nu toe. Ja, zo betrekkelijk is het allemaal. Ja, hij had wel een mooie leeftijd en ik denk dat hij zelf ook wel tevreden met zijn leven is geweest. Maar ja, voor mij zijn er wel dingen die vreet aan me. Toch merk ik wel vaak dat mensen die hier binnenstappen bij Cambuur, ik sprak laatst met Gerald, die is er ook gewoon heel emotioneel van dat hij nu weg moet. Ja. Dat merk je ook wel. Ja, het is een club die gaat in je, die kruipt in je. Hè? En dat komt ook door de supporters hier. Het zit zo diep in het hart van de mensen en in het bloed. Ja, daar word je denk ik een beetje door besmet, hè? Ja, ja, ik weet niet hoe dat voor de nieuwe jongens voelt, die hier niet vandaan komen. Voor jou, ja, dat merk je heel erg. Maar dat merkte je al die keren dat ik altijd tegen Cambuur speelde, merkte je dat al wel. Dat hier gigantisch leeft. En het is prachtig om te zien. We hebben niet veel clubs. Nee. Mm-hmm. Nee. En voetballend waren misschien wat minder dieptepunten dit seizoen. Misschien ook wel. Hè? Kun je daar wat over zeggen? Ja, ik vond de wedstrijd tegen NAC vond ik. Ja, dat zijn wedstrijden die hebben we. Die blijven we de komende jaren met Cambuur ook houden. Daar hoef je niet over in te zetten. We proberen wel alles aan te doen. Ja, dat vond ik wel even van. Daar was ik niet blij mee. En ook niet hoe we dat met z'n allen deden. Als we maar ons best doen, dan moeten we erachter blijven staan. Wij zullen niemand zomaar oprollen. En dat zag je ook met Feyenoord tegen Dordrecht. Ja, dat duurde tot 86 minuten. Hè? Anders wordt het gewoon 0-0. Dordrecht krijgt een rode kaart, dan wordt het gewoon 0-0. Je rolt niet zomaar een ploeg op. Heracles is eigenlijk in. Toen we de beker moesten, waren ze eigenlijk nog in de stress van de wedstrijd tegen Dordrecht. Het wordt gewoon 1-1. Dordrecht blijft mooi op afstand, maar door de verwachtingspatroon wat er heerste, die dachten zo even, gaan we Dordrecht oprollen. Je rolt niemand zomaar op. Pijn niet, nee. Niemand. Het zijn misschien nog wel de moeilijkste wedstrijden, denk ik. Ja, en ik denk dat als je daar naar kijkt, als je daarin blijft hangen, wij als staf en als spelers, dan werkt dat door. Nou, dat hebben we gewoon weer omgedraaid. We hebben gewoon gekeken, waar ligt het aan en wat kunnen we doen? Oké, hoe zetten ze ons vast? Nou, daar zoeken we met z'n allen oplossingen in en dan creëren we wat. Ja. Toch zijn er in de wedstrijden dat het misschien wat minder liep ook nog wel wat komische momenten beleefd. Wat was voor jullie nou achteraf gezien een komisch moment bij zo'n wedstrijd? Ja, volgens mij was dit diezelfde wedstrijd tegen NAC. Of, ja. Nee, dat was AZ. Die had mooi of AZ, aanval. Ja. AZ, die aanval dat, dat die... ja. De strik hadden. Anders dan hadden we misschien nog wel. Ja, die fan kwam precies op tijd. Ja, geweldig. Inderdaad. Ja, ja, maar we kunnen het tegenaan. Die kwam precies op het verkeerde moment binnen. Ja. Nou, een goede moment voor ons, hoor. Ja. Ja. AZ zou net een goede afloop zijn. En PSV, kunnen jullie dat nog herinneren? Daar hebben we ook een fragment van. Nou, ja, PSV, laten we eens gaan kijken, man. Nee, op het moment ik heb de wedstrijd tegen Feyenoord gezien, van, het ligt niet zozeer aan hem, want echt iedereen op die mat die glijdt eruit. Ja, dan hebben ze ook een nieuwe mat erin. Ze hebben een nieuwe mat erin, maar echt iedereen glijdt eruit. Maar dit was ook de kritiek die de Cocu erop had, hè? Dat de mat veel te glad was. Want zij kregen er zelf natuurlijk ook last van, hè? Ja, dat iedereen hard gleed. 3-4 keer. Alleen dit was de keeper en dan is het meestal goal. Ja. Ja.
Ja, het ziet er wat knullig uit, maar achteraf kunnen we erom lachen, denk ik. Maar deze wedstrijd ja, hebben hij we... Hij zelf ook wel. Hij heeft zelf humor. Maar deze wedstrijd zijn we met de wedstrijd Heracles in de rust nog teruggekomen. Hè? Want de tweede helft speelden we met 10 man, hè? Weet je dat nou, jongens? En toen kwamen de jongens van PSV, die kwamen gewoon naar de kant toe. Hoe moeten we hier onderuit, hoe moeten we dat doen? Hoe moeten we druk zetten? Maar toen voetballen we er ook helemaal onderweg met 10 man. Ja. Dus dat was eigenlijk best wel humor. Ja, onvoorstelbaar. Zelfs tegen Heracles. Ja, tegen Heracles. Alleen dan kan je een half uur volhouden en dan ga je dwars door. Hadden we nu ook. Ja, maar ja, dat gaf tenminste mij wel vertrouwen in. Och, ja. En wat was voor jullie de mooiste actie van het seizoen? Hebben jullie nog een moment wat jullie bijgebleven is? Nou, ik vond met name, dat heb ik net al gezegd, die goal van hem. Weet je, je komt tot een aanval en dat hij hem zo afmaakt, dat is natuurlijk, overkomt hem ook niet meer zo vaak. Maar dat vind ik het mooiste. Weet je, dat zijn toch dingen waar je op traint, op combinatiespel en dan maak je een wereldgoal. Dat vind ik het iets moois. Ja. Minder op de individuele actie, maar ja, meer op het combinatiespel. Ja, of je hebt Virgil een keer aan de zijlijn, die doet hem onder zijn voedsel. En weet je, dat ziet er ook allemaal heel mooi uit. Maar. Ja. Nou, we hebben een paar mooie acties op een rijtje gezet. Daar gaan we nu even van naar ons? Kijken. Van ons drieën? Ja, dan mogen jullie bepalen welke het mooiste is. Oh ja, dat is hem. Hoe valt Nassing jou mee, Henk? Ja, hartstikke best hoor. Maar hier zat de 1-0 voor mij, of de 2-0, de 1-0 denk ik. Daar zat een fantastisch drukmoment in. En het leek een doeltrap, maar het was niet. Maar het was een soort doeltrap van de keeper. Daar hadden we de dag ervoor weer getraind. En dan pikken we zo die ballen, we zetten druk op een kant. Die wordt ingespeeld, pikken we over en daar erin. Die stift die bal in. Dat is 1-0. Dat zijn dingen, die hebben de dag van tevoren in die tactische training over. En, ja, dan denk ik, goh, wat leuk dat dat dan gebeurt. Dat zijn we echt. En dan voelen de jongens ook trek. Hè. Dan komen ze naar de, oké, herkennen we. Hebben we getraind. Dat is leuk. Dat zijn dingetjes die blijven hangen. Ja, Nassing is hartstikke best. Maar het is gewoon onderdeel van de selectie. En wij kijken van niemand op. We weten van tevoren wat we eigenlijk binnenhalen. En wat er bij ons speelt. En voor ons is iedereen gelijk. Want als de verdedigers het niet goed doen, dan kunnen ze aanvallend ook niet. Als ze aanvallend niet goed druk zetten, kunnen we ook niet verdedigers goed opsluiten. Dus, ja, we hebben niet spelers dat we zeggen, nou die gaan we even spelen. Tenminste, ik heb niet spelers waar ik speciaal over wil hebben. Nee. Vind je het dan ook lastig om te zeggen van wie nou de meest constante speler is geweest in de eerste seizoenshelft? Nou, dat vind ik Etienne een van de constantste. Dat durf ik wel te zeggen. Omdat Streken, die komt van Vitesse 2, dat gaat nou even wat zo, daar heb ik het ook wel met hem over. En die heeft een fantastische toekomst voor hem. Die heeft dingen, dat heeft bijna niemand. Dat heeft de leeuw van Groningen ook een beetje, daar kan je mee vergelijken. En dan kan hij nog verder groeien. En Woutje heeft een blessure gehad. En ja, toen hebben we hem eigenlijk wat te snel gebracht. Want het moest ook, hè, want Marlon Pereira raakt ook geblesseerd. Nou, nu zie je echt weer dat hij nu echt weer de Wout wordt zoals hij altijd geweest is. Ja. Maar ik vind Etienne wel een van de constantste spelers. Ja, zijn jullie het daarmee eens, jongens? Ja, voor Etienne is dat lastig om te zeggen over zichzelf, natuurlijk. Nee, ik ben het er zeker mee eens. Als je ziet hoe hij achterin staat te spelen bij ons, als een leider vind ik, waar we het net ook al over hadden, gewoon, hij straalt ook wat uit bij ons achterin. En ook met de coaching. Ik moet zeggen dat ik zelf ook wel veel van Etienne opsteek als hij naar me toe komt in het veld en ook dingen aangeeft. Dus, dat ben ik toch wel mee eens. Etienne is wel natuurlijk een leider een beetje. Soms hoor je hem schreeuwen weer en dan gaat hij weer. Maar het was mooi dat één keer in de samenvatting kwam zijn hoofd, dat was tegen Heerenveen volgens mij uit. Toen kwam je in beeld en met zo'n hete hoofd zit hij iemand wat te schelden. Ik zie hem ook wel eens op de training zo. Ja, nee, maar dat is mooi. Dan krijg je eigenlijk... gaat hij ook fantastisch. Maar, dat is goed voor een team ook. Ja, mag. Zulke jongens heb je nodig ook. Ja, die heb je zeker nodig. En wie is dan het meest vervelend in het veld voor de tegenstander? Ik vind Mootje... Het is altijd heel vervelend. Vervelend tussen hoor. Ja, mooi vervelend. Ja, en ik vind de meest onderschatte, die ook heel vervelend is, vind ik Martijn Bato. Bato had eigenlijk uit Zweden moeten komen of uit Spanje. Want dan had iedereen gezegd, jeetje, wat is dat voor speler, maar die komt van Harkema Sabor. Dus dan is het al gauw, ja, die komt van amateurs. Maar die jongen die wordt gewoon onderschat. En die heeft iets, dat heeft bijna niemand, hè? In loopacties, in druk zetten, in onverzettelijk zijn, onbewogen zijn. Hij is vaak kritiek op hem. Maar hij trekt zich er weinig van aan, heb je het idee. Ja. Dus, ik heb ook de laatste week een beetje het idee dat hij zich heel hard aan het ontwikkelen is. Zie jij dat ook? Of, Ja, hij kan op meerdere posities. Hè? En,
op de buitenkant moet hij niet staan in bepaalde wedstrijden. Hè. Als Virgil Nassi niet op de rechterkant staat, dan moet je hem er eigenlijk niet neerzetten. Hè. Want als die er staat, dan geeft hij voorzet en dan kunnen ze er wel met z'n tweeën staan. Dus anders wordt hij daar wat vleugel aan. Maar hij kan ook achter de spits, hij kan in de spits. En, ja, die vind ik wel wat meest onderschatten. Dus ja. En wie zeurt het meest op de scheidsrechter? Is daar iemand van? Nou, echt zeuren, we hebben niet echt iemand die zeurt. Er wordt wel eens wat gezegd, of ik zeg ook wel eens wat. Ligt ook aan de wedstrijd. Echt zeuren en zalig op de scheids, dat doen we niet echt hoor. Dus nee, maar dat past ook niet bij ons. Ik vind dat moet ik niet doen. Die scheidsrechters, dat zijn ook gewoon mensen. En dan moet je wel scherp zetten, daar hebben we het ook wel over. Gewoon scherp zetten, rechtuit zijn paard. Maar niet doorzeiken, want dan krijgen ze altijd tegen je. En natuurlijk gaat er wel eens een beslissing de ene kant ook over de andere kant. Klaar. Maar we hebben niet te klagen over scheidsrechters, hoor, wij niet. Nee. Dan hebben ze niet echt tegen ons. Ook niet voor ons. Niet, dat is gewoon normaal, doen ze tegen ons. Ze mogen hier graag komen, ze mogen ons graag fluiten. Nou, dat moet je wel hebben, vind ik. Ja. Nou. We hebben een fantastische eerste seizoenshelft gehad natuurlijk. Waar gaat dit naartoe leiden? Ja, de doelstelling is gewoon belangrijk. Daar richten we ons op. En wat er extra te behalen valt, daar gaan we ook voor. Maar de doelstelling is gewoon handhaving. En daar kunnen we echt terugkijken op een heel succesvol seizoen als we dat halen. Ja, ik denk ook met de beker er nu bij. We zijn weer een ronde verder. Het is toch iets een competitie apart weer. Ik bedoel, je kan per wedstrijd kan je weer een ronde verder komen. Dat is gewoon uniek voor deze club. Dus ik denk dat het ook wel belangrijk is dat we in de beker door kunnen blijven gaan. Ja. Het is toch al een stukje geschiedenis geschreven, hè, met de beker. Kun je het alweer op je lijstje zetten? Ja, zeker. Is er ook nog? Oh. Ik vind wat mijn doelstelling persoonlijk is dat we. Ik zou graag een paar keer, even en ik van, ons publiek willen vermaken. Dat die op de banken staan hier. Dat betekent ook dat we het goed doen in de competitie natuurlijk, dat we in de beker. Maar dat die met elke keer met plezier naar huis gaan, dat vind ik een doelstelling. En dan 30 wedstrijden, als technische staf kijken, gewoon naar 30 wedstrijden. Dan zien we hoe staan we ervoor. En dan gaan we met de jongens zitten en dan zeggen, nou, hier gaan we voor. En van tevoren gaan we ook geen gekke dingen doen. Nee. Dan willen jullie nog iets meegeven aan de supporters voor de kerst. Etienne. Nou, iedereen een fantastische kerstdagen toegewenst en een geweldig nieuw jaar. En geniet ervan en tot volgend jaar. Tot volgend jaar. Henk, zal ik nog wat zeggen? Nog even een toespraakje. Ja, nee. Kijk, bij Cambuur doen we het altijd gezamenlijk. Dat geldt voor de spelers, staf, mensen, medewerkers. Maar dat is zeker hand in hand met onze supporters. Dat is ook de kracht van de club. En we hebben altijd de 12e en soms de 13e man. Nou, en dat moeten we zo houden. En trots op de boys en trots op de club zijn. Dat zit gewoon in het bloed bij onze supporters. En als we op deze manier doorgaan, dan blijven we. En dan worden we nog unieker in Nederland. En dan blijven we ook uniek in Nederland. En dan blijven we ook Eredivisieclub. En dat gaan we doen ook volgend jaar. Maar ten eerste al bedankt voor het fijne seizoen alweer tot nu toe. En ik wens iedereen fantastische feestdagen en heel gelukkig 2015. Namens de rest van de staf en de selectie. En ook namens Cambuur TV wil ik jullie hartelijk bedanken. En in het nieuwe jaar zijn we er weer met een aantal afleveringen. Dankjewel. Fijne kerstdagen. Nou, hey. Proost dan, jongens. Ja, proost. Proost, mannen. Proost, hè. Proost, jongens.